Meneer van Nassau, waarom heeft u zich schuldig gemaakt aan slavenhandel? Kijk, slavenhandel is tegenwoordig overal de normaalste zaak van de wereld. En we verdienen er goed aan. Die ellendige Portugezen zijn ons al voor. Ik neem het slechts over en breid de handel uit. Want voor het thuisfront moeten we geld verdienen. En niet alleen om die Spanjaarden uit onze republiek te jagen, maar ook om Amsterdam te bouwen en welvaart te geven aan de mensen. De mensen zijn nog steeds kwaad. Die heldenverering voor u is een doorn in het oog. Ze willen zelfs uw borstbeeld van de sokkel lichten. Maar ik doe ook goede dingen hier in Brazilië, hoor. Ik laat kunstenaars en wetenschappers overkomen die dit enorme grote en prachtige land in kaart brengen. En ik doe handel met de oorspronkelijke Indianen hier. Ik bouw zelfs bruggen en kanalen en laat katholieken met protestanten trouwen.